Ook op een hobo kun je een melodie gewoon heel mooi spelen. Maar we hebben een techniek ontwikkeld en dat heet de flatterzongen. En daarmee kun je op die melodie een laagje leggen. En dan gaat die melodie ja, een beetje spannend, een beetje suspenseachtig klinken. Misschien zelfs wel een beetje Harry Potter-achtig. En dat doen we door in onze mondholte die tong te laten wapperen. En dan krijg je dus dat typische flatterzongen effect op zo'n melodie. We gaan het melodietje spelen zonder de flatterzongen. Met de flatterzongen?